Ja, dames en heren, de na-competitiewedstrijd tussen Sportclub Evenstein en Altena zojuist afgelopen. Het is 1-0 voor Sportclub Evenstein geworden. Ja, trainer Rick Kolff, ik denk ook wel een verdiende overwinning voor Sportclub. Ja, Evenstein heeft terecht gewonnen. Ik denk dat zij op de fronten, op alle fronten beter waren qua kansen. Ja, voetballen niet per se, maar wel qua werklust, qua beleving. Denk ik dat wij minder waren, dus terecht te winnen. Ja, als ik de eerste helft even neem, dan heb ik twee kansen voor mogelijke kansen voor Sportclub Evenstein gesteld. En jullie hebben er eigenlijk niks tegenover gesteld, hè? Nee, ik denk dat wij de eerste echte kans pas krijgen met wat gelijk misschien wel de grootste was. Met Jean-Louis Prins, die 1-op-1 gaat en waar Ali hem volgens mij naast schiet. Dat was gelijk de grootste kans, maar dat had tegen de verhouding in geweest. Maar goed, als hij erin had gegaan, had het niet minder lekker geweest. Maar goed, al met al, terecht overwinning Evenstein. Ja, in de tweede helft leek even dat jullie een beetje schroom van je afgooiden. Er kwam iets wat meer beleving in. Maar ja, toch niet genoeg om gevaarlijk te worden. Nou, niet voldoende. Ik denk dat wij misschien 2-3 kansjes hebben gecreëerd. En Evenstein maakt volgens mij, ik denk dat onze keeper er veel uit heeft gehaald. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Alleen ik denk dat we voetballend te onmachtig waren, dat we te weinig beweging hadden. En dan krijg je het lastig tegen een ploeg die er gewoon inkleunt. Een beetje mannen tegen jongens wedstrijd. En dan krijg je dit en dan ga je eruit. Ja, het is, jullie hebben een beetje een wisselvallig seizoen gehad. Het was ups en downs, hè? Ja, nee, zeker. Kijk, omslag geweest natuurlijk. Veel nieuwe Dijkse jongens of alleen maar. Nu moet je even weer een stapje terug doen. Hopelijk dat we volgend jaar een stapje vooruit. Er zit best potentie in. Alleen, we moeten nu wel even op de bladen zitten. En dat doet wel erg zeer, moet ik zeggen. Ja, dat hoort ook bij voetbal. Dus dat weet je, Rick. Ja, nee, kijk, in dit soort wedstrijden. Kijk, degraderen doe je natuurlijk over een heel seizoen. Maar in dit soort wedstrijden kan het alle kanten op. Zie je, vorige week spelen we vuren alle kanten op. En vandaag lukt het gewoon niet. En dan ga je eruit. Dat kan gebeuren, ja. Oké, volgend seizoen weer gaan bouwen met een nieuw ploegje misschien. Weet je wat ik zeg. Er zit genoeg potentie in. Alleen ja, daar ben je nu even niet. Ik ben gewoon wel zwaar teleurgesteld. Ik denk dat geen trainer hierop zit te wachten. En voor mij geldt hetzelfde. Oké, Rick. Nou, even een beetje uithuilen zou ik maar zeggen. En volgend seizoen weer opnieuw beginnen. Ja, dan zien we elkaar vast weer. Dankjewel. En jij in ieder geval nog bedankt, hè. Dankjewel. Iedereen binnen ze. Allereerst hartelijk gefeliciteerd, Robin. Ja. Een beetje dik verdiende overwinning. Ik zei het ook net al toen ik van het veld af liep. Zeg maar, ik vind het ook dik en dik verdiend, ja. Alleen het duurde heel lang voordat we het verschil uitdrukte, vond ik. En na die 1-0 blijft het ook allemaal spannend. Hè. Hun brengen nog twee frisse aanvallers erbij. En dan moeten we nog eventjes gelijk doorselecteren, doorwisselen om het ook goed te zetten. Maar we zijn op één of twee momenten eigenlijk niet in de problemen geweest, denk ik. Ja, jullie waren afgelopen seizoen een ploeg, heb ik ook in mijn voorbeschouwing gezegd. Veel scorend. Vandaag kreeg je dus zeker deze zelf ook 2-3 mogelijk. Ja, zeker. Goeie mogelijk. En dan liet je even 1 minuut. Dat is denk ik iets waarbij na competitie hoort. Ja, absoluut. En ik had in de rust ook gezegd, kijk, we creëren genoeg kansen. Dus hij gaat ooit een keer vallen. Het allerbelangrijkste is dat wij gesloten zijn. Want als je aanvallend voetbal wil spelen, laat je ook veel liggen, zeg maar, achter je. En ik vond juist het verdedigende aspect heel erg goed onder controle was. En de keeper had 2 fantastische ballen eraf. Hè, want als die van Merlijn en Jesper daarvoor in de rebound ook niet die eruit haalt, zeg maar. Anders gaan we hier gewoon met een heel makkelijke score, zeg maar, dan in die eindfase van de wedstrijd. Maar goed, prima, ja. Nou ja, jullie hebben het toch nog goed afgesloten deze competitie, tot nog toe. Ja. Ik weet niet tegen wie je in de finale moet. Ik vroeg net wat het bij Neo Haafden was, stond nog 1-1 net. Dus ben benieuwd. Ik had Eelke, de trainer van Haafden, of via de app had ik hem van de week. Dus het zal toch niet, want vorig jaar was Haafden hier. Maar goed, als ik dan een ploeg wil treffen, zou het Haafden zijn. Maar ik denk, dat is voor ons het dichtstbij. Het is het leukste hier in de buurt. Gaan er ook veel supporters van allebei de kanten mee. Dus als je mij een team wil vragen, dan maar een leuke middag ook hebben. En ik denk dat voor zowel de club Haafden als Evenstein het leuk zou zijn om veel supporters langs de lijn te zien. Dus. Het zou voor jullie ook een kerst op de taart zijn, want je pakt een nog later periode. Ja. Wel verdiend, vond ik. Want je pakt de Pursum, je pakt de NVVC. Ja. Dus dat heb je toch nog keurig afgesloten. Ja. Neo gewonnen? Oh, dat hoor ik net. Neo heeft gewonnen, zeggen ze. Dus Neo heeft gewonnen, zeggen ze. Ja.
Goed, maakt niet uit. We moeten uiteindelijk op zoek naar een geschikt complex. Maar ja, wat jij zegt, inderdaad, een goed slot van de kers op de taart, denk ik. En vond ons ook vandaag gewoon wel weer goed, zeg maar. In de laatste weken zijn we alweer weer op de weg terug om beter te zijn, denk ik. Ja. Oké, Robin, ga ervan genieten. Dankjewel. Dat zou wel lukken, denk ik, met een biertje in de bitterbal. Ja, zeker. Maar ik moet op tijd thuis zijn, want mijn vrouw is een weekendje weg. Dus ik moet de kinderen ook doen. Maar ik blijf wel iets langer dan gebruikelijk. Oké. Hey, bedankt, hè. Ja, dank je. Ja, dames en heren, bij mij is er nu de man van de wedstrijd, Jesper van Alphen. Jesper, allereerst gefeliciteerd. En prachtig weer, je bent de wedstrijd weer, hè. Ja, dankjewel. Ja, leuk. Oh, ja, dankjewel. Ja, maar luister, het bleef lang 0-0. Nou ja, jij pakt wel altijd je coach mee, hè? Nee, ja, we kwamen veel bij de goal, maar we kwamen er gewoon niet doorheen, dus lastig. Ja, je hebt van dit seizoen ook veel gescoord. Wat zei je? Je hebt van dit jaar een beetje herrie. Ja. Je hebt dit seizoen ook veel gescoord. Ja, klopt. En is het toch prachtig in zo'n belangrijke wedstrijd toch even de winning een keer maken? Ja, ik raakte het niet helemaal goed, maar hij ging erin, dus lekker. Ja, maar luister, nou moet je nog tegen Neo. Ja? Oh, en ik zei net tegen je trainer ook. Ja, het zou voor jullie de kerst op de taart wezen als je toch de stapje hoger opmaakt, hè? Ja, het zou lekker zijn als we nog kunnen promoveren. Ja, en dus ook voor jou, voor je potentie, want je bent een hele goede speler. Ja, dankjewel. Hè, want je weet toch, je staat altijd op de juiste plek, vind ik tenminste, voor je doelpuntje. Ja, zo, ik hoor je echt niet, jij is al schreeuwen, hoor. Ik zeg, je staat wel altijd op de juiste plek voor een doelpuntje. Ja, vaak wel, ja. Ja, en dat is toch wel mooi. En goed, ja. Een klasje hoger wordt het dan weer anders misschien, hè? Ja, we kunnen wel een klas hoger, dat moet wel goed komen. Denk wel. Oké, Jesper, ga ervan genieten. Ja. He, neem een biertje erbij, ja, jongen. Ja, komt goed. En ik hoop hij volgende week ook succes, hè? Ja, ik hoop het ook. Dankjewel. Oké.